We gaan nu overschakelen naar Nijmegen, naar Ludwig van Milieu. Ludwig, goeienacht. Goedenacht, Iwan en alle luisteraars van Radio Tamara. Ik groet u vanuit Nijmegen. Odi, odi, waar u zich ook mogen bevinden op deze aardbol. Radio Tamara etego, odi. En ik ben u graag van dienst met mijn commentaar op de politieke actualiteit in ons geliefd Suriname. Ja, dames en heren, u weet het. Ons land verkeert vanaf 17 februari jongstleden in een situatie van sociale onrust. Ja, laat me dat zo betitelen. En iedereen die buigt zich over de vraagstukken in ons geliefd Suriname, omdat we allemaal het beste voor hebben met Suriname. Maar niet iedereen is deskundig. Iedereen heeft volgens de democratische principes het recht om zich met zijn vaderland te bemoeien en om met ideeën te komen. Dat is iedereen's goeds recht, maar niet iedereen heeft goede ideeën. En daardoor komt het dat in de publieke opinie van de laatste dagen je ziet dat het een weerwar is aan analyses, bevindingen, rapportages. Men plaatst, zoals men het noemt in fatsoenlijk Nederlands, oormerken bij diverse nieuwsfeiten. Plaatst iedereen zijn eigen oormerk en dat wordt dan verkocht als analyse. Men geeft er gewoon zijn eigen mening over en zo krioelt het van allerlei opvattingen. En dat is niet altijd bevorderlijk om een overzicht, een inzicht te krijgen in de problematiek die speelt. Vandaar dat ik in deze uitzending een beetje ga proberen door de bomen het bos te ontwaren. Ik geef u mee, Suriname is gewoon van die uitdrukking, het komt spontaan in mijn mond ook. Ik zal u meegeven dat het vandaag zondag 26 februari is in de overgang naar maandag 27 februari. Dus het is maandagochtend bij het krieken van de dag. Dus moesdee zeggen we in Suriname. De maandag 27 februari is net begonnen. En we bevinden ons in het jaar 2023. En ik moet u zeggen, dit jaar is eigenlijk het derde jaar van de regering Santokki in Suriname. Dus het is we zijn voorbij de helft van de regeertermijn van Santokki. En dat verklaart eigenlijk voor een groot deel de druk die er nu wordt uitgeoefend op die regering in Suriname om wat te laten zien van haar kunnen. Want de algemene constatering van de Surinaamse bevolking is dat deze regering niet veel heeft laten zien van wat men kan. Men heeft wel met allerlei smoesjes en verklaringen dingen proberen te verklaren, maar er is in die tussentijd weinig gebeurd. En wat er is gebeurd, is echt niet om naar huis te schrijven, zoals men het zegt. Het is van een bedenkelijke, lage kwaliteit. En waar de bevolking zich het meeste zorgen om maakt, is een beleid dat is gevoerd door die regering Santokki, waarbij men voornamelijk vrienden, familie en kennissen banen heeft bezorgd. Santokki heeft alleen maar op zijn eigen directoraat bij de president, het kabinet van de president, heeft hij meer dan 2000 mensen aangenomen. En ik moet u zeggen, het is diezelfde president die had geklaagd van de vorige regeringen dat er te veel mensen in dienst zijn genomen, wat terecht was. Maar hij deed er een pontje bovenop. Hij maakte het van kwaad tot erger, moet ik eigenlijk zeggen, ja. Dus
name is sinds het aantreden van de president Chandigarh Prasad Santokhi in 2020 tot en met heden niet veel vooruit gegaan. Er is weinig gebeurd. Er is een enorme werkloosheid. De kosten van levensonderhoud zijn gestegen, zoals u weet. Ik ga het hele rijtje niet opnoemen nu, hoor. Maar ik doe het bij wijze van intro om u op te laten zien dat we ons nu bevinden in de tweede helft van de regeertermijn van de regering Chandigarh Prasad Santokhi van de VAP. Die heeft de leiding, de politieke leiding in Suriname. En in feite zijn we niets wijzer geworden in 3 jaren tijd. En dat is zorgelijk. Vandaar de onrust onder die bevolking om druk uit te oefenen op die regering, om iets te laten zien van haar regeerkwaliteit. En ik druk het heel voorzichtig uit, omdat we eigenlijk nu al, het is 11:55, zegt men symbolisch, maar we zijn eigenlijk al over het beslispunt heen, namelijk als je meer dan de helft van die regeertermijn niks hebt gedaan, dan zal dat doorwerken in het eindoordeel over de kwaliteit van deze regering. En dat is precies het zorgpunt van vele mensen, zowel in Suriname als buiten Suriname. Die maken zich zorgen hoe het verder moet met het land Suriname, omdat de situatie al op zich slecht is, maar er wordt niks gedaan. En in tegendeel, die mensen die een mandaat hebben gekregen om iets te doen, die hebben eigenlijk de zaak van kwaad tot erger gemaakt. En ik zal u een paar voorbeelden geven, dat die Surinaamse bevolking niet gek is. Ze kijken wat er gebeurt. En ik noem telkens één voorbeeld om aan te geven hoe het gesteld is met de kwaliteit van het politieke bestuur in Suriname. We hebben een minister van Binnenlandse Zaken, en dat is de zoon van meneer Paul Somaharjo, Bronto Somaharjo. En ik moet u zeggen, er komt niet veel uit zijn koker. Hij doet zijn uiterste best om, ingefluisterd door zijn vader, een aantal populistische maatregelen te treffen. En af en toe eist hij de aandacht op in het nieuws. Maar als je analyseert op termijn tegen de tijdsas wat er uit die koker van het ministerie van Binnenlandse Zaken is gepresteerd, dan is dat bitter weinig. En wat me opvalt is dat in het derde jaar van de regeertermijn van deze minister van Binnenlandse Zaken, bij interviews hij nog steeds hetzelfde liedje zingt. Men noemt het een paradepaardje, zeg maar in het Nederlands. Dat hij constant het heeft over het teveel aan ambtenaren. Iets wat eigenlijk een gemiddelde leek al direct bij de aanvang van die ambtstermijn gewoon had kunnen constateren. Ja, en dat liedje herhaalt die minister constant. Dat er veel mensen zijn die een salaris krijgen. Dan komt hij in het nieuws dat hij zegt dat er spookambtenaren zijn. En dan eindigt het altijd in dat hij, als hem gevraagd wordt naar concreet feitenmateriaal, dan gaat hij altijd de zaak inventariseren. En zo zijn we in het derde jaar van dezezelfde minister, is hij nog steeds bezig te inventariseren hoeveel Surinaamse ambtenaren eigenlijk zomaar salaris ontvangen zonder er iets voor te hoeven te doen. Ik kan u zeggen, u kunt me op elk ministerie kunt u mij plaatsen en ik geef u binnen 1 dag geef ik u de cijfers van wat er ongeveer mis is op dat ministerie. En onze minister van Binnenlandse Zaken, ja, die heeft daar meer dan 2 jaren voor nodig. Dus we zijn nu in het derde jaar. Is hij nog aan het inventariseren hoeveel ambtenaren er te veel zijn. En hoeveel mensen geld krijgen eind van de maand zonder dat ze
één vinger hebben uitgestoken en niks hebben gedaan voor de staat Suriname. En kijkt u, hoe kunnen dit soort dingen blijven herhalen? Iedereen luistert ernaar, maar er wordt geen einde aangemaakt. Ik vind dat iemand die niets doet, geen functie heeft, en een van de man zijn hand ophoudt om geld te krijgen van de staat Suriname, dus die wil het geld toucheren wat anderen verdiend hebben, dat is een criminele activiteit die eigenlijk gelijk gestopt moet worden. Daar hoef je toch geen discussie voor te gaan voeren. Maar ja, het is allemaal zo erg krom gegroeid in Suriname, dat je inderdaad toch kan aanvoelen aan je theewater, zeg men in het Nederlands. Je kunt aan je theewater aanvoelen dat als je de mensen die je hebt verwend een salaris te geven zonder ervoor te werken, als je ze plotseling gaat afstraffen door hun geen salaris te geven, dan kan ik u verzekeren dat die sociale onrust erger is dan wat zich nu manifesteert in Suriname. Ja, en dat is die onderliggende druk. Er liggen een aantal psychologische oorzaken en aanleidingen bij de Surinaamse bevolking die spanning ergste hebben opgevoerd. En dat weten de Surinamers. Het is niet een kwestie van we zijn een beetje ontevreden en we gaan de straat op. Het is heel ernstig gesteld wanneer gezinnen die aan de onderkant van die samenleving moeten rondkomen met heel weinig geld, dat die dus in 3 jaren tijd hebben gezien dat er geen enkele vooruitgang is geboekt en dat hun situatie niet alleen is verslechterd, maar dat ook het Surinaamse geld in die tussentijd is ontwaard, is minder waard geworden. Dus je kunt minder doen met je geld, die koopkracht is afgenomen en dat voelt men doordat men, ja, je hoeft maar elke krant op te slaan en je ziet informatie over het gegeven dat men een winkel instapt met een 100 SRD en wanneer men uit die winkel komt is die 100 SRD op en heeft men nauwelijks een handvol spullen. Dus je geld vervliegt, het gaat op voordat je er erg in hebt. En dat is precies het probleem dat heel Suriname op dit moment wurgt. Want ook die hogere inkomenscategorieën, die hebben last hiervan. Die mensen zien dat ze wel een redelijk salaris verdienen, maar dat het geld op is voordat ze er erg in hebben. En dat is dus die zorg, de angst die in die bevolking heerst, van wanneer zij aan de beurt zijn. Dus je hoort om je heen dat het niet goed gaat, maar je vraagt je af wanneer zijn wij aan de beurt. Ja? En want dan krijg je een proces waarin je verzeild raakt, dat onomkeerbaar is. Het is moeilijker het proces te stoppen. Je rolt er heel makkelijk in, maar om het op te heffen en weer de kosten te kunnen verdienen en rond te kunnen komen met jouw gezin, met je relatie, met je kinderen, met je sociale omgeving. Want iedereen die heeft familie en die families hebben weer vrienden, et cetera. Dus het gaat als een inktvlek, verbreidt het zich door heel Suriname. Dat heel Suriname leidt nu onder de economische malaise die er in het land heerst. Goed, maar voordat ik ga duiken in het hoe en waarom van de situatie waarin we ons nu bevinden in Suriname, wil ik even nog iets zeggen over die internationale situatie. Ik sla die internationale paragraaf over en ik ga dus onmiddellijk door met de binnenlandse politiek van Suriname. Maar ik zeg nog even over die internationale situatie het volgende. Dat alles wat zich nu afspeelt internationaal in de internationale politiek wordt beïnvloed door de oorlog in Oekraïne. En u weet, het is een oorlog met verschillende kanten. Het is een oorlog die een lange aanloop heeft gekend en waar de hele wereld eigenlijk zo zoetjes aan bij betrokken is.
en zich aan het bemoeien is met het wel en wee van de Oekraïense status quo. Maar de laatste ontwikkelingen in dat opzicht zijn dat de Verenigde Staten nu bezig is druk uit te oefenen op China om Rusland niet te helpen. En dat is een merkwaardig standpunt van een grootmacht die in feite de democratie in de wereld leiding dient te geven en een vredige opstelling moet hebben ten opzichte van andere landen. En dan zie je dat vanuit de koker van het machtige, rijke Westen, aangevoerd door de Verenigde Staten. En dan kan je in het kielzog daarvan ook geruststellen, Europa, dat die nu voorop lopen om in feite de politieke tegenstellingen in de wereld te verscherpen. Om zodoende druk uit te oefenen op Rusland, om welke manoeuvre dan ook te maken. Ik heb gezegd, ik bemoei me niet met die interne aangelegenheden van die oorlog, maar ik geef aan dat je in het nieuws kan waarnemen dat een deel van het nieuws roept op tot vrede, tot het staken van het vuur in de Oekraïne. Er vallen nodeloos vele doden. Aan beide zijden van die tegenstelling vallen er doden en men past dus de gewone humanitaire normen toe en zegt dat dit dus met geen enkele logica goed te praten is. Dus dat er een druk op die hele wereld wordt uitgeoefend om een modus te vinden om het bloedvergieten in Oekraïne te stoppen. Dat is eigenlijk wat ik wil overbrengen van de laatste stand van zaken. En dat contrair aan deze wens om het bloedvergieten te stoppen, zie je dat tegelijkertijd degenen die verantwoordelijk zijn voor politieke steun en militaire steun aan Oekraïne, ja, dat die juist allerlei argumenten aanvoeren om de Oekraïne met militaire middelen te blijven ondersteunen en die ervan uitgaan dat er alleen gesproken kan worden met Rusland als er een einde komt aan die bezetting, de illegale bezetting van Oekraïne. Nou, dan het is de kip of het ei. En dan heb je een soort vicieuze cirkel gecreëerd. De ene zegt, ik werk pas mee als je doet wat ik wil. En de andere zegt, ik doe pas iets als jij doet wat ik wil. Ja, en dan draaien we in een cirkel rond. En nu heeft China te kennen gegeven dat ze wel deze impasse wil helpen doorbreken. Ja, als grootmacht om de partijen aan tafel te krijgen. En dan zie je dat Amerika dus druk uitoefent op China juist nu om in feite het pad van hulp aan Rusland te verlaten en om zich te scharen achter het Westen dat nu druk uitoefent om Rusland te proberen te isoleren. Maar al die landen hebben hun eigen problemen en zijn op hun eigen manier verbonden met dit internationaal politieke vraagstuk. Dus het laatste woord is zeker niet gezegd, maar ik ga me daarin niet bemoeien, want het is een wespennest geworden inmiddels van allerlei standpunten. En u hebt al een voorproefje dat wat er in Suriname gebeurt, in zo'n klein land met 600.000 inwoners. En dan zie je dat we er ook niet uitkomen en dat de chaos compleet is. Laat staan bij die grootmachten waar er grotere belangen spelen en veel meer mensen bij betrokken zijn. En waarbij het gaat om leven en dood in een bloedige oorlog. Ja, want nogmaals, op het hoge niveau van technologie, als jij oorlog voert waarbij je gebruik maakt van F-16 en bommenwerpers en allerlei drones die erop uit kan sturen om een bommetje te werpen of om de zaak te verkennen, dan praten we in eenheden, ja, die niet te vergelijken zijn met het mini-staatje Suriname in Zuid-Amerika,
waar wij eigenlijk allemaal aan het blunderen zijn, dat wij in zo'n klein landje er niet in slagen die bevolking te eten te geven. Nog geen miljoen mensen die er wonen. Ja, als je het vergelijkt met die miljarden die in de wereld wonen. En wij slagen er niet in Suriname. Met alle rijkdommen die we hebben. En met alle vruchtbare grond. En mogelijkheden. Slagen we er niet in die bevolking, die kleine bevolking, te eten te geven. En een beetje rust in de tent te houden. Het is dus een brevet van onvermogen. En daarom maak ik nu gebruik van de gelegenheid om even in de Surinaamse realiteit te gaan duiken. Ik kan u even net zeggen dat toen ik was vandaag heel diep in Duitsland. Heb ik ook kunnen vernemen hoe het staat in Duitsland met de Duitse economie. Duitsland, daar gaat het redelijk goed in die economie. En vergeleken met Europa, en zeker met Nederland, zijn de producten in Duitsland goedkoper dan in Nederland. Dus je ziet vaak dat dus diezelfde producten die je hier in Nederland bij de supermarkt ziet, dat diezelfde producten goedkoper zijn in Duitsland. En dat hoe dieper je in Duitsland bent, je ook kunt zien dat nog steeds de benzine goedkoper is dan in de rest van Europa. En zeker vergeleken met Nederland. Ja, dus dat is even wat ik u mee kan geven, wat ik zelf vandaag heb ervaren. Want ik ben zeer actief bezig op verschillende plekken. In Europa toch mijn politieke pijlstok even te gebruiken om te kijken wat de relatieve situatie is. En ik kan u zeggen dat er in heel Europa een soort crisis woedt. Ja, de prijzen gaan overal omhoog, dat is een feit. Maar je ziet dat bepaalde landen in het treffen van maatregelen wel degelijk rekening houden met hun bevolking en een analyse maken welke delen van het volk men moet beschermen, dat ze in ieder geval de kosten van levensonderhoud kunnen ophoesten en in leven kunnen blijven. En Duitsland die doet dat op een zeer goede manier, die zich onderscheidt van wat er in andere landen gebeurt. Daar zie je ook hetzelfde verschijnsel, dat men de neiging heeft bepaalde categorieën te verwaarlozen. Maar Duitsland slaagt erin om het licht op alle sociale categorieën te laten schijnen. En daardoor houdt men in feite een stukje economie draaiende, terwijl die problemen even groot zijn als elders. Dus dat heb ik wel kunnen leren van mijn uitstapje vandaag in Duitsland. Ja. Maar goed, we zijn met Suriname bezig. Er is een probleem in Suriname waar we nog niet uitkomen. En ik keek vanavond naar de televisie in Nederland. En dit zeg ik voor dus met name die luisteraars die niet op de hoogte zijn van wat er op de Nederlandse televisie verschijnt. Kan ik dus bij wijze van uitzondering, omdat het om Suriname gaat, gewag maken van een programma waar ik naar heb zitten kijken. En het was een discussieprogramma waarbij een zekere meneer Dave Ensberg, Kleikers geloof ik, is een hele gecombineerde lange naam van Dave, die is van D66, en Rowley Verveer, de Surinaamse cabaretier, een Surinaamse schrijfster, Amat Korum, die schrijfster die vrij bekend is, ja, en Herman Fuijsje, ook een Nederlandse schrijver die populair is geworden met zijn boek Allemaal Nette Mensen. Ja, die zaten met elkaar in discussie over de sociale onrust in Suriname. Ja, en ik wil dat even met u delen, omdat dat de actualiteit betreft ook in Nederland. Dan zie je ook dat, en dat is ook opvallend,
dat weliswaar laat, een beetje achteraan hollend, de Nederlandse media langzamerhand steeds meer ook rapporteren wat er in Suriname mis is. En je ziet daarbij, naar mijn algemene analyse plegen, namelijk je ziet dat die Nederlandse media nu steeds makkelijker en duidelijker aangeven dat ze heel veel kritiek hebben op de regering Santokki. Santokki geniet niet de steun van de Nederlandse media. Dus laat me dat even duidelijk zeggen. Omdat in Suriname denkt men vaak dat er een eenheidsworst is hier in Nederland. Dat is niet zo. Die Nederlanders die laten Surinamers aan het woord. En ze kijken ook met de eigen ogen wat ze zien. En dan zie je dus dat de algemene opinie in Nederland aan het verschuiven is. Wat betreft het krediet dat men bereid was te geven aan de regering Santokki. Dat is aan het weg hebben. Steeds meer nemen de Nederlanders in hun mond de algemene constatering dat het slecht gaat in Suriname en dat de regering Santokki er niet in slaagt om rust in de tent te houden of te brengen. Ja? En ze horen ook tot in Nederland over het nepotisme in Suriname, het familie- en vriendenbeleid. Het zijn mensen uit Suriname die die informatie naar buiten brengen van allerlei etnische groepen. Dus er komt steeds meer informatie van Suriname naar buiten. En de Nederlanders die horen dat. En die behoren ook tot die mogelijke potentiële investeerders in Suriname. En die luisteren ook wat er daar aan de hand is. En die zien dat het van geen kanten klopt. Die maatschappij is in de war. Het is een ratje toe. Niets klopt. Paramaribo stinkt, letterlijk en figuurlijk. Ja. Het stinkt er. Er wordt dus niet opgeruimd. Er is een onhygiënische situatie in het land. Dan klinken ook in het buitenland door de gegevens over Nikeri, waar er een rattenplaag woedt. En men weet, als men in het internationale verkeer hoort over een rattenplaag, dat je dan direct denkt aan de ziekte van Weil. Een heel ernstige aandoening. Enzovoorts. En weet u wat het jammer is? Terwijl wij vanaf 17 februari ons bezighouden met de sociale onrust in Suriname, gaat het economische uitbuitingssysteem gewoon door. Je moet niet denken dat multinationals stoppen met het leeg plunderen van Suriname. U moet niet denken dat de olie-exploratie en exploitatie, dus kortom de activiteit van staatsolie en het hele oil en gas gebeuren, dat het eventjes pauze houdt om te kijken hoe het ermee staat met die sociale onrust in de straten van Paramaribo. Nee, dat werk gaat gewoon door. En dat weten de bandieten, die weten dat. Dus je leest in de krant en in de media systematisch berichten over berovingen, over moorden. Dus die criminaliteit gaat gewoon door. En met name over stroperijen, strooppraktijk. Ik heb de vorige keer al gehad over als je een drietal mensen in een boot snapt met 14.000 krapé-eieren van die Aikanti grote schildpadden, dan is het niet een kleine operatie die per ongeluk toevallig wordt ontdekt, maar dan is er sprake van structurele wantoestanden in het beschermen van het milieu in Suriname. En een van de berichten van de laatste dagen. We zitten nu op maandagochtend. Ja, dus ik blik terug naar die vorige week. En dan zie je dat er berichten staan dat er houtstropers, dus gewoon burgers die met zeer modern materieel in die bossen grote bomen gaan kappen. En dat doe je niet eventjes stiekem. Want een grote boom vellen en daarmee bezig zijn is een enorme bezigheid.
die je alleen maar kan doen als je georganiseerd bent. En dat is het nieuws van vandaag, dat men stropers heeft aangetroffen in het natuurreservaat, die gewoon à la dol bomen aan het wegzagen zijn, terwijl men zich in Paramaribo druk maakt om de rust te krijgen in de Surinaamse samenleving, gaan die stropers gewoon door met hun stroperijen. En nogmaals, er wordt over de hele linie geroofd en gestroopt. Het is niet even een daarom breng ik het naar voren. Het is niet eventjes dat er twee boompjes worden geveld. Nee, men komt met groot materieel, gaat men die bossen te lijf en men veroorzaakt enorme schade. Je moet maar denken aan de erosie, aan de biodiversiteit die eraan gaat. En aan het dierenleed dat veroorzaakt wordt, dat die dieren moeten vluchten naar andere gebieden. Kortom, die hele habitat van die natuur wordt beschadigd. En dat gaat maar door. Vandaar dat ik het dus meeneem in de bespreking van de actualiteit in Suriname. Verder wil ik erop wijzen wat nu opvalt, dat zijn die algemene consequenties van die onrust in Suriname, dat er nu in verschillende sectoren van de Surinaamse economie gewag wordt gemaakt van dat mensen het land aan het verlaten zijn. Suriname loopt leeg. Het is een SOS, een mayday bericht wat ik lanceer. Ik ga dat ook toelichten, zodat u het waarheidsgehalte van dit bericht kan verifiëren. Ik begin bij een actueel signaal dat is gegeven door de voorzitter van de Anton de Kom Universiteit, van het bestuur, dus de voorzitter. Dat is Shanti Feliciaan, de dochter van Ronald Feliciaan, een van de vorige presidenten van Suriname. Zijn dochter is nu voorzitter van het universiteitsbestuur van Suriname. En zij wijst erop, ze wijst de regering erop, ja, dus ze spreekt rechtstreeks de president aan, Jean-Dirabazat Santoki, dat hij rekening moet houden dat er een alarmerende situatie zich voltrekt bij het hoger kader in Suriname, namelijk dat op de universiteit er sprake is van brain drain, dat geschoolde krachten, leraren, etc., maar ook studenten die stoppen en elders willen gaan studeren, omdat de omstandigheden in Suriname allerbelabberd zijn, dan wijst zij erop dat het kader aan het wegtrekken is. Het hoger kader in Suriname verlaat Suriname op dit moment als gevolg van de sociale onrusten in het land. En bij dat wegtrekken, dat noemt men brain drain, zegt zij, speelt ook de slechte betaling een hele grote rol. Namelijk die hogere salarisgroepen, die krijgen niet op tijd hun salaris. En het materiaal waarmee de universiteit moet werken is ook niet adequaat. Dus alles werkt demotiverend op de intelligentia in Suriname. En die zijn internationaal goed georiënteerd. En die kregen informatie dat het in andere landen anders gesteld is, om niet te spreken van beter gesteld is. En dat hun mogelijkheden meer talrijker zijn in het buitenland dan in Suriname. Dus gaan ze via een achterdeur, zo begint het meestal. Men verlaat het land via een achterdeur. Maar steeds meer is duidelijk zichtbaar dat men via de voordeur ook nu vertrekt naar het buitenland. En daar ga ik u een voorbeeld van geven. Dus om te beginnen is dit nieuws dat Shanti Feliciaan in
aan de bel getrokken heeft bij de Surinaamse regering. Van jongens, doen jullie er wat aan, want het gaat niet goed met de intelligentia in Suriname. Ze trekken weg, men verhuist naar het buitenland. Dat is één. En verder wijzen ze op de slechte betaling. Er zijn achterstanden met betaling van salarissen. En dus ook wat betreft het financiële beheer, klopt het een en ander niet. En dat werkt allemaal demotiverend. En ik heb dus vanuit mijn contacten in het buitenland, met name op Aruba en Curaçao, heb ik berichten ontvangen die in diezelfde richting gaan. Het is namelijk zo, de economie van Aruba is enorm aan het bloeien. Aruba is erin geslaagd om ondanks die COVID-pandemie, ondanks een zekere terugval van het toerisme in het hele Caribisch gebied, heeft het toerisme op Aruba heeft stand gehouden en is Aruba erin geslaagd om toch die economische sector van het toerisme om die gaande te houden. En Aruba draait op een heel hoog niveau, draait Aruba naar tevredenheid. Het gaat goed met de Arubaanse economie, zeker daar waar het toerisme betreft. En de Arubanen die signaleren ook steeds meer Surinamers die arriveren op Aruba in de administratieve sector en in de handelssector. Ja, dat die Surinamers het goed doen op Aruba. Die worden goed betaald. De Arubanen hebben geluk dat er veel investeringen op Aruba zijn uit Verenigde Staten, omdat een substantieel deel van het Arubaanse toerisme wordt uitgemaakt door de Amerikaanse rijkere lagen van de bevolking die met vakantie op Aruba gaan zitten. Dus Aruba die draait redelijk economisch en je ziet dat dus de vraag naar hoger geschoold kader en naar kapitaalkrachtige burgers die de handel en de administratie op een hoog niveau kunnen bijbenen, dat gat op Aruba wordt opgevuld uit Suriname. Het weglekken van het hoger personeel gaat naar Aruba. En een ander gebied waar dat ook zichtbaar is, is op Curaçao. Is er een iets andere, een andere stroming die toch op hetzelfde neerkomt. Dat op Curaçao heb je dus dit, dat door een nieuwe wetgeving op Curaçao, de hogere inkomensgroepen aan het aanpakken is. Net zoals men in Nederland ook wil doen en elders in de wereld, heeft men op Curaçao wetgeving geproduceerd, waardoor dus die hogere inkomenscategorieën niet ongelimiteerd disproportioneel veel kunnen verdienen. Men wil dat toch aan banden leggen, omdat die kloof tussen arm en rijk te groot wordt. En door die ontwikkeling op Curaçao, wat een goede ontwikkeling is, om rekening te houden met de diverse inkomensgroepen op het eiland, is dus dit aan de hand, dat die rijkere categorieën kader en vooral het gaat om medisch personeel, die verhuizen van Curaçao weg naar andere eilanden in het Caribisch gebied en naar Europa en naar Amerika. Kortom, naar andere economieën in de wereld waar ze veel meer kunnen verdienen. Dus die kiezen eieren voor hun geld om het eiland Curaçao te verlaten. Dus er ontstaat ook een gap daar. En dat wordt gevuld door Suriname, omdat in Suriname de situatie in die ziekenhuizen erbarmelijk is. Diezelfde argumenten hoor je als die worden genoemd door Shanti Virenciaan, de voorzitter van het universiteitsbestuur. Die heeft het alleen maar over de universiteit. Maar je ziet diezelfde verschijnselen, zie je ook in de medische sector, waar er maar wat aan gerommeld wordt door de minister van de Volksgezondheid. Die loopt gewoon constant achter de feiten aan. En je ziet dat er geen inzicht is in beleid. En dat gewoon ziekte
die in Suriname al overwonnen waren, zoals ik noem maar een voorbeeld, de malaria, zie je dan dus met mondjesmaat in bepaalde gebieden terugkeren. En ik had het zo net gehad over de ziekte van Weil, over die rattenplaag in Nigeria, maar je hoort geen duidelijke beleidsmaatregelen van die minister van Volksgezondheid, dat die volksgezondheid in Suriname onder controle heeft. En dus, ik had het over de volksgezondheid in Suriname, de algemene klacht bij al die ziekenhuizen is dat het vooral het hogere personeel, de specialisten, die klagen dat hun salarissen niet op tijd betaald worden en dat het constant administratief hapert bij die ziekenhuizen, wat betreft de financiële organisatie van het een en ander. En dan stuurt men altijd de technische directeur om antwoorden te komen geven, om dingen tegen te spreken. Maar de netto de opbrengst van alle onheil en alle niet goed lopende zaken in de volksgezondheid merk je aan het wegtrekken van het hoger personeel. Dus dan ga ik het weer verbinden met de praktijk. Die Surinamers die Suriname verlaten, eerst langs de achterdeur, maar steeds meer door die voordeur. Dat men officieel zegt, we stoppen ermee in Suriname. Die komen terecht op Curaçao. Curaçao ontvangt ze met open armen, omdat op Curaçao, zoals ik ze net aangaf, er een gat aan het ontstaan is bij het hoger kader dat ziekenhuizen verlaat vanwege nieuwe wetgeving op Curaçao. Curaçao is zeer prudent, moet ik zeggen, met hun wetgeving wat betreft die hogere inkomenscategorieën. Maar vergeleken met wat men in Suriname betaalt aan specialisten, gaan die Surinamers erop vooruit als ze naar Curaçao gaan. Verdienen ze veel meer dan in Suriname. Terwijl dus die Curaçaoenaar die verhuist naar andere orde omdat die nog hoger wil gaan verdienen, nog meer wil verdienen, omdat die informatie krijgt uit Amerika, Europa en andere welvaartsstaten, waar je voor diezelfde bevoegdheden enorm dik betaald wordt. Dus zo zie je een verschuiving plaatsvinden, waarbij alles uit Suriname wordt weggezogen, ja, en terechtkomt in het Caribisch gebied. Dat is de samenvatting van wat ik wil zeggen. Een soort macro-analyse van de sociale onrust in Suriname. Want men praat de hele tijd over mensen die op straat moeten komen. En men heeft het over of investeerders wel naar Suriname kunnen worden gelokt. Maar als je kijkt naar de feitelijke situatie, dan zie je gewoon dat Suriname, vanwege het niet onder controle hebben van de feitelijke, actuele situatie, nu al slachtoffer is van brain drain en het wegtrekken van die hogere inkomensgroepen, die beter opgeleide Surinamers, die trekken ook weg. Dus dat is allemaal het gevolg van het niet onder controle hebben van die economie door de president van Suriname, Chandrika Prasad-Santokhi. En dan hoef ik u toch niet te gaan voorrekenen dat het allerbelabberst gesteld is met onze vicepresident, die van toeter nog blazen weet. Ik zeg het u, het is een analyse die al lang is gemaakt door meerdere Surinamers, dat het bestuur, het politieke bestuur van Suriname, deugt niet. Men doet niets. En wat er gebeurt is contrair aan de feitelijke problematiek die zich manifesteert in het land. En ik ga u voor, ik zeg niet zomaar wat. Ik geef ook direct concrete voorbeelden. Dus laat me even dus afsluiten. Het gedeelte van het wegtrekken van het hoger kader uit Suriname is op dit moment een actueel probleem. Ja, terwijl we praten over de sociale onrust in Suriname. Dan wil ik wijzen op een Chinese multinational, Zijing Mining, ja, die staat prominent in de Surinaamse pers met de president op foto, ja, dat ze de Rosebel goudmijn gaan overnemen.
En ik ga u zeggen, de snelheid waarmee deze Chinezen de zaak gaan aanpakken. Als je alleen maar naar die foto, ik maak alleen een analyse van die foto. Ik zie een foto met één Surinaamse minister. En de president die de Chinezen verwelkomt in Suriname. En de Chinezen, het nieuws luidt dat die Chinezen, die bieden hun plan van aanpak, bieden ze aan de Surinaamse president. Dus die president die neemt in ontvangst het plan van aanpak van de Chinese goud-multinational Zijing Mining. Ja, die hebben een plan van aanpak. Ze hebben een deal van die Rosebel goudmijn hebben ze overgekocht. Ja, van die Amerikanen. Of van die, want die Amerikanen werken samen met die Canadezen. Maar laten we niet daarin gaan verzeild raken. Maar het komt erop neer. Die Chinezen die zijn met een delegatie van bijna 10 man. Staan ze op een foto. En je ziet gewoon letterlijk hoe ze die Surinaamse mensen die hun die vergunning moeten geven. Ja, hebben ingepakt. Je ziet als je hele foto en die Surinamers niks in de melk te brokkelen hebben. Twee Surinamers, de president en een minister, die staan met een hele staf Chinezen die een plan van aanpak aanbieden aan de president van Suriname. En geen enkele Surinamer bekommert zich over dat plan van aanpak. Wat gaan die Chinezen aanpakken? Met welk plan? Wel, ik ga u zeggen, ik heb het in eerdere uitzendingen al gezegd, morgen moet men niet zeggen dat men niet wist wat de Chinezen zijn komen doen in Suriname. Maar die maatschappij, ik heb die maatschappij een beetje bestudeerd. Die Zijing Mining is bekend om een andere vorm van goudexploitatie. Dat ze in diepere lagen goud kunnen graven. Dus ze hebben een reputatie internationaal dat ze op grote schaal dieper kunnen mijnen. En in een grotere snelheid er vandoor kunnen gaan met het Surinaamse goud. En wij maar discussie houden over of Paquito vrij moet of Paquito niet vrij moet. Niet dat dat niet belangrijk is, want Paquito moet natuurlijk vrij. Maar ik wijs u erop dat die uitbuiting van Suriname gewoon doorgaat. En ik durf zelfs te zeggen, ik heb informatie zat. Om u te zeggen dat juist tijdens die sociale onrust in Suriname, waar Santokki de zaak niet onder controle heeft, de multinationals op het gaspedaal trappen en de uitbuiting versnellen en in grotere getalen, als het ware, Suriname wegdragen. Ja? Laten we daar aan denken, dat we belasting naar een sowieso onbelangrijk sanie. En in die tussentijd wordt het land Suriname leeg geplukt. Ja, dan ga ik naar het volgende andere nieuws. Ik kom terug straks bij de VAP, want ik ben niet klaar met die VAP. Maar ik behandel de zaak een beetje chronologisch. Eenmaal sprekende over de Anton de Kom Universiteit, kon ik het niet nalaten erop te wijzen dat we ons bevinden in de maand februari. En dat een grote Surinamer, een groot man van statuur, die is op 22 februari jarig. En die was geboren in 1898. Ja, is geboren aan Anton de Kom. Zijn werkelijke naam is Cornelis Gerard Anton de Kom. Is geboren op 22 februari 1898. En hij is gestorven op 24 april 1945. Dus precies dat jaar waarin de Tweede Wereldoorlog afgelopen was, is Anton de Kom overleden. En zoals we weten, is hij vrijwillig gaan helpen vechten tegen het Duitse nazisme. En is hij in een Duits concentratiekamp aan zijn einde gekomen. En het is nu vandaag 27 februari. Dus in dat verband wijs ik erop dat wij Surinamers een beetje meer aandacht moeten hebben voor die Surinamers
die zich hebben ingezet voor Suriname en hun leven hebben gegeven, letterlijk, om Suriname vooruit te helpen en om alle Surinamers, ongeacht geloof, etnische groep, levensovertuiging, dat men zich heeft ingezet voor alle Surinamers. En de KOM is daar het grote voorbeeld van. Ik wil wel een politieke correctie aanbrengen op dit moment, dat je vaak een bewieroking ziet van Ante de KOM die niet helemaal klopt. Namelijk, de KOM is geen prediker geweest. En zeker niet een religieuze man die opkwam voor allerlei sociale categorieën. Hij kwam wel op voor de arbeidersklasse. De werkende burger. En hij maakte daarbij geen onderscheid. Dat klopt. Maar het wordt in zowel Nederland als Suriname wordt het te veel gebracht in de richting van alsof die man een soort vredesprediker was. Dat was hij zeker niet. De KOM heeft altijd tijdens zijn leven gehamerd op de onafhankelijkheid van Suriname en op de verantwoordelijkheid die wij, alle Surinamers, hebben voor het wel en wee van Suriname en van alle Surinamers. Het is een verschil. Het is niet vanuit religieuze overwegingen. Maar het is puur op grond van politiek-economische analyse van de Surinaamse maatschappij dat Ante de KOM het eens was met de socialisten in Nederland, waar hij dagelijks mee optrok, die hadden een leuze en die leuze luidde: proletariërs aller landen verenigt u. Ja, dat wil zeggen, vanuit die linkse politiek in Europa werd die internationale solidariteit gepredikt vanaf na de successen van de Russische revolutie. En de KOM heeft in gedachtig die leuze, heeft hij zich ook bemoeid internationaal met het wel en wee van de Surinaamse arbeiders. Ja, en daar hebben dus de Javanen die te werk gesteld waren, de Marienburg, en de Hindustanen die in die rijstindustrie bezig waren, die hebben van die attitude, dat standpunt van Ante de KOM kunnen profiteren, omdat het hun op dat moment goed uitkwam. En zo heeft Ante de KOM terecht overigens de naam verworven dat hij is opgekomen voor alle Surinamers, ongeacht etnische groep, ongeacht religieuze overtuiging. Hij keek naar de economische positie van de Surinamer die hard werkt en slecht betaald wordt. Ja, daar is hij voor opgekomen. En dat is dus nu ook toepasselijk, dat hele volksprotest in Suriname, waar men de president van Suriname op wil wijzen, is dat die president er niet in slaagt om de Surinaamse economie te versterken. Hij slaagt er niet in het lot van de jongeren te verzegelen en ze een goede toekomst te beloven door ze aan het werk te helpen. Die werkgelegenheid is allerbelabberd. Er is een enorme grote werkloosheid. De Surinaamse jeugd is meer dan ooit verwaarloosd. Ja, een van de berichten waarmee ik u ook zou moeten vervelen luidde dat in Nikeri een mevrouw in het onderwijs is gesnapt met drugs. Ja, dus dat men in plaats van dat men de leerlingen in het onderwijs verteert met kennis, ja, en kennisoverdracht, gaat men ze drugs verkopen. En is die drugsplaag in Suriname is vreselijk. En ik moet u zeggen, ik ben met dit programma niet bezig deze en geen schuld te geven. Maar dat drugsprobleem in Suriname is niet iets van vandaag. En het is iets dat steeds aanwezig is op de achtergrond en enorm groeit. Zonder dat er een aandacht aan wordt besteed. Je hoort allerlei dingen van die arme sloebers die met een paar grammetjes cocaïne worden gesnapt, met bolletjes die ze hebben geslikt.
of in een of andere amateuristische, op een of andere amateuristische manier hebben getracht om wat cocaïne te smokkelen. Die komen prominent in het nieuws. Maar nergens lees je in Suriname dat men een van die grote drugsjongens heeft gearresteerd. En wat waarover men zwijgt, maar wat men in Nederland ook ziet, is dat sinds meneer Santokki aan de macht is, dus sinds de regering van de VAP, in combinatie met ABOP, want daar zitten die boys ook, ja, dat het aantal gevallen waarbij Surinamers zijn betrapt op grootschalige drugs transporten in de wereld, is toegenomen. Surinamers worden overal bij genoemd en hebben overal mee te maken. En Nederland heeft vanaf na, ik benadruk dit, vanaf na het bezoek van Santokki aan Nederland, heeft, en dat is in 2021, dus laten we zeggen, één jaartje na zijn inauguratie, is Santokki direct met de rode loper ontvangen in Nederland. En vanaf dat moment heeft Nederland minstens 10 grote Surinaamse criminelen van Hindoestaanse afkomst gearresteerd. Dus wat ik hiermee wil aangeven is dat de VVD, dat is de arts van het beestje, die is nu aan de macht in Nederland met het neoliberalisme in Nederland, dat de VVD, ja, wel zoete broodjes bakt met Santokki en hem de formele steun verleent. Het is bekend dat de minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft pas geleden opgeroepen om de schouders te zetten onder het werk van meneer Santokki. Dus die roept op voor steun aan Santokki. Maar je ziet dat zelfs in die kringen van de VVD men nou begint te twijfelen aan de kwaliteit van meneer Santokki, of daarmee de Nederlandse belangen ook gediend zouden kunnen zijn. Dus er is nu twijfel in politieke kringen, maar ik breng dit naar voren, dat het zijn die krachten in de Nederlandse politiek van de VVD die Santokki in die machtspositie hebben geholpen, zodat hij 3 jaren lang heeft kunnen aanmodderen in Suriname zonder dat er enige vooruitgang is geboekt. En nu pas begint men kritisch te kijken naar de kwaliteit van meneer Santokki en komt men tot de conclusie dat je van hem niet veel meer kunt verwachten nu al 3/4 van zijn regeertermijn voorbij is. Ja, en maar het komt er gewoon op neer. Laat me dat bericht van Anton de Kom afronden. Want ik heb een bruggetje gemaakt naar de Surinaamse economie. Maar ik was bezig erop te wijzen dat wij onze grote zonen en dochters niet moeten vergeten die zich hebben ingezet voor Suriname. En Anton de Kom is er één van. En Anton de Kom, de zoon van Adolf Damon de Kom, dat is de naam van zijn vader. En zijn moeder is Judith Jacoba Dulder. Ja, Anton de Kom, die is dus uit dat nest gekomen. En het zijn handelaren geweest ook, want die moeder, Judith Jacoba Dulder, die is in 1841 is zij vrijgekocht als handelaarster. Ze had een winkeltje, had een winkel. En Anton de Kom, die heeft goed onderwijs genoten. Heel veel mensen weten het niet, maar als je boekhouden studeert, het is een hele lange tijd zo geweest, accountants kunnen hiervan meepraten, dat in de accountancy worden er geen titels verstrekt. Dus wanneer je in het vakgebied boekhouden zit, dan zit je vaak zonder een titel en dan denken mensen dat je dan geen intellectueel bent. En ik wil erop wijzen dat Anton de Kom zijn specialiteit was de financiële administratie. Ja, en ik refereer naar ook al die mensen die accountancy hebben gestudeerd. Vroeger, ik wist nog dat je kon van kleins af aan kon je starten met een boekhoudopleiding bij meneer Goeman. Helaas overleden, maar bij meneer Goeman
daar kon je op secretariaatsles gaan. En dan haalde je een diploma boek, een eenvoudig PD-diploma boekhouder. En dan, kon je verder studeren. En zo kon je met telkens een papiertje erbij, kon je opklimmen in het boekhouden. En ik wil wijzen op een Surinaams politicus die ook die weg heeft moeten bewandelen, maar dat heel ver geschopt heeft tot minister-president van Suriname. Dat is Henk Aaron, die ook geen titel droeg, maar gewoon een intellectueel was die in het bankwezen hooggeschoold is geweest. Ja, en ik vergelijk het even met de kom. Waarom? Heb ik mensen die niet op de hoogte zijn van de Surinaamse geschiedenis, heb ik laatdunkend horen praten over Anton de Kom, dat die Universiteit van Suriname de naam Anton de Kom Universiteit zou hebben gekregen, terwijl de Kom zogenaamd dat geen intellectueel was volgens hun. Ze hebben het glad mis. En voor de mensen die het niet weten, er is literatuur. Ik heb zelf ook een boekje geschreven over de Kom, speciaal voor de Surinaamse jongeren. Maar ik wil u dit zeggen, dat de Kom jarenlang tijdens een periode van activisme in de jaren 30 in Nederland, heeft hij gezeten in het bestuur van linksrichten. En dat was de meest prominente linkse voorhoede van de Nederlandse politiek. Daar zat de Kom in het bestuur van. En dat spreekt al boekdelen over zijn intellectuele vorming. Maar goed, ik neem het voor Anton de Kom op, omdat het gaat niet om die titels waarin men in Suriname nu hele grote grap aan het maken is door mensen allerlei diploma's te geven die ze eigenlijk niet hebben verdiend. Dus het is een chaos met de Surinaamse diploma's. En daarom bestaan er hele valse, verkeerde opvattingen over Surinamers met kennis en Surinamers zonder kennis. Omdat er enorm is gefraudeerd met die papieren. Als ik u zeg dat zelfs meneer Brunswijk tegenwoordig eigenlijk zou je moeten zeggen doctorandus Brunswijk. Maar iedereen vraagt zich af wat nou dat papiertje van Brunswijk waard is. Als je hem zo hoort praten en je beoordeelt hem naar zijn daden, dan zie je dat er enorm veel gesjoemeld wordt met diploma's. En dat is gebeurd door bepaalde charlatans in Suriname, ja, die mensen aan diploma's helpen voor hoge bedragen, waardoor er ook op het gebied van intellectuele vorming een heel vertekend beeld bestaat in Suriname. Maar ik ga niet verder hierop in. Maar in 1920 is Anton de Kom uit Suriname vertrokken naar Haiti. En via Haiti is hij in Nederland terechtgekomen en heeft hij in 1922 gewerkt in Den Haag bij een adviesbureau. Maar goed, dus dit zeg ik allemaal in het kader van het herdenken van Anton de Kom, die heeft geleefd van 22 februari 1898 tot 24 april 1945. In 1960 heeft men de stoffelijke resten van het lijk van de Kom uit Duitsland vervoerd naar Nederland op de begraafplaats te Loenen. Ik ben daar verschillende keren naartoe geweest en ik kan u zeggen, ik heb jarenlang als enige Surinamer samen met een groepje Nederlanders zijn we bij het graf van de Kom telkens een eerbetoon gaan plegen, dus door bloemetjes te zetten en even bij stil te staan, artikelen te schrijven in verschillende tijdschriften ter nagedachtenis van deze bijzondere Surinamer die we elk jaar op 22 februari echt respectabel dienen te herdenken. Nou goed, dan ga ik zoals u zei richting het einde. Ik moet gaan afronden, zie ik. En het is namelijk zo, ik wil eigenlijk als laatste wil ik iets zeggen over
wat me toch stoort, dat de Kriolen in Suriname als etnische groep, als bijeffect van die sociale onrust die nou in Suriname heerst, dan is me opgevallen dat een heleboel Kriolen die geen kennis van zaken hebben. En nogmaals hoor, het gaat mij niet om die namen, maar daar heb je een zeker meneer Maku, dan heb je Dada en Dodo, en dan heb je, ja, ik ken ze allemaal niet, maar ze zijn talrijk en het worden steeds meer. Je had vroeger ook mevrouw, een van de Creoolse dame, nou die sprak wel redelijk verstandig. En iedereen die komt zo en dan hebben ze allerlei oordelen. En wat me opvalt de laatste tijd is dat men de hele tijd het heeft over dat die plunderingen op het konto geschreven worden van die Kriolen. En dat staat nergens op, omdat men geen notie heeft van de demografische verhoudingen in Suriname. Men weet niets van de categorieën werklozen. Surinaamse jongeren, wie er allemaal werkloos zijn en hoe dat komt. En men neemt bepaalde dingen waar, dus men ziet gewoon dat er uit een truck een aantal Kriolse jongeren stappen en dan heb je mensen die dan direct allerlei gemene generalisaties uiten die heel storend zijn voor mij. In mijn oor. En ik doe een appel op al die Kriolen, die Kriolen uitschelden. Dan heb je een zekere meneer die uit een auto, die man heet Raalte volgens mij. Hij zei dat die familie is van Raalte. En die had het over het apengedrag van Kriolen. Dat de Kriolen alleen maar itikong, itikong, itikong zegt. En dan heb je meneer Maku, die over het aapachtig gedrag van Kriolen het weer heeft. En dan, het ergste wat de kroon spant, dat is een artikel wat ik heb gelezen van meneer Misijan, die jurist. Die praat over het Bordeaux gedrag. Dan denk ik bij mezelf, wie zijn deze mensen die etnische vooroordelen zo ongestraft kunnen uiten? En bij die Kriolen minderwaardigheidscomplex inhameren. En het blijkt dat en iedereen die lacht er een beetje, die gniffelt op de achtergrond een beetje, wanneer men die Kriool in verband brengt met apengedrag en allerlei onaardige dingen over die Kriool zegt. Daar luistert niemand naar. Dat mag in Suriname. Maar owee, als je iets zegt over die president, dan word je direct opgesloten. En dat is het ongelijke wat zich afspeelt in Suriname nu. Dat hele land is in de war. Er is geen leiding. En die VAP en die ABOP, die zijn niet in staat bestuurlijk politiek leiding te geven aan het land Suriname. En het wordt tijd dat stel de Surinaamse politieke geschoolde leidersfiguren in feite dat vacuüm dat er nu bestaat in Suriname, dat er geen politieke leiding is om dat te gaan opvullen. Want dat is wat we nodig hebben. En niet iedereen komt met allerlei oplossingsmodellen. En die hebben kaas gegeten van de politiek. Maar wat we nodig hebben zijn gestudeerde Surinamers die er wel zijn. Ik heb laatst een heel goed interview beluisterd van meneer Dave. Ik weet niet of Douglas of hoe die meneer heet, die een podcast heeft en een dame interviewde die geschoold was in de conflicttheorieën en die in Amerika onder andere gestudeerd heeft. En die wist op een ordentelijke manier een aantal goede dingen te zeggen waar je wat aan had, waarmee je verder komt. En ik plaats op het laatst, voordat ik ga eindigen, een waarschuwing. Die naar aanleiding van wat ik heb gehoord, wat Maisa Neus, en ik noem die naam. Maisa Neus die heeft met wisselend succes goede acties gevoerd in het verleden. Maar ze is gebleken een zwak spreker te zijn.
en theoretisch niet de juiste dingen te zeggen. Dus, en Maisa moet oppassen dat ze niet in deze verhitte periode in Suriname dingen zegt die niet houdbaar zijn. En ik heb eentje ervan onthouden. Dat ze heeft meerdere dingen gezegd die niet kloppen. Maar ze heeft in die laatste bespreking van die Kroetoe heeft ze geuit dat Surinamers boven de 60 jaar dat ze die niet gaan gebruiken. Omdat die zogenaamd helemaal verpest zijn en dat jongeren die gaan de zaak oplossen in Suriname. Laten we één ding zeggen. Als wij naast alle verdeeldheid in Suriname nu nog ook de leeftijdsdiscriminatie gaan toepassen, dan kunnen we stoppen met Suriname. Want als ik luister naar al die Surinamers, die ene werkt niet samen met die andere, ze hebben allemaal een reden. Allemaal een goede reden hoor. Ze willen niet met de anderen samenwerken. Dus wat me opvalt is in Suriname dat men makkelijk is om categorieën Surinamers uit te sluiten. Dat die niet mogen meedoen. Zo is die organic movement ook een fout gemaakt bij de start. Door uitspraken te doen over andere politieke partijen. En over de vakbeweging. En nu komt Maisa Neus weer nou over leeftijd. Categorieën praten dat ze geen vertrouwen heeft in de oudere Surinamers. Nergens ter wereld wordt er iets bereikt in de politiek als je niet alle leeftijdscategorieën bij betrekt. Je moet iedereen betrekken bij de ontwikkeling van je land. En daarmee wil ik eindigen. Laten we de Surinamer die verstand van zaken heeft laten praten over terreinen waar hij verstand van heeft en waar hij op heeft gestudeerd. Je gaat een hartoperatie ga je niet laten uitvoeren door een goede voetballer. En je gaat ook niet een damwedstrijd laten spelen door een zwemmer die zich heeft gekwalificeerd door te zwemmen. En zo moet je op de universiteit moet je opdrachten geven aan wetenschappers om de Surinaamse maatschappij en de Surinaamse mens te bestuderen en tot centrum te maken van sociale actie. De kwaliteiten van de Surinaamse mens bestudeerd door Surinamers. Dit was het voor deze keer. Ludwig van Ullier voor Radio Tamara. Ik dank u voor uw aandacht en ik zou zeggen tot de volgende keer. Odi, odi.